breekijzer. Ja, Haagse bronnen hebben bij de Telegraaf gemeld dat het kabinet voorlopig nog niet denkt aan het afschaffen van de coronapas. Terwijl het aantal coronabesmettingen laag is, de druk op de ziekenhuizen is sterk verminderd. En 1 november, dat was al gepland, komt het volgende advies van het OMT, het Outbreak Management Team. En op 5 november besluit het kabinet dan welke maatregelen zullen worden versoepeld, verzwaard of verlengd. Maar de Telegraaf die weet dus vandaag al te melden dat we voorlopig nog niet van die QR-code af zijn. En dat schuurt natuurlijk wel. Je mag gevaccineerd zijn of niet, je mag voor of tegen het gebruik zijn van die QR-code. Maar duidelijkheid over de voorwaarden waarop deze maatregel gebaseerd is, dat mag je toch inmiddels wel verwachten, zou je zeggen. Daarom, ons breekijzer vandaag. Het kabinet moet duidelijk maken wanneer de coronapas niet meer nodig is. Je kan bellen 020-468-4x0. Dan praat je er live over mee de komende 20 minuten. Ook bij ons is Jan Brouwer, hoogleraar Algemene Rechtswetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen. Onze expert op dit onderwerp. Goedemorgen, Jan. Goedemorgen. Laat ik beginnen met jou. Jouw mening over het breekijzer. Zeg het maar. Ja, dat is een plicht die altijd rust op het kabinet. Je moet je maatregelen goed motiveren en goed de bevolking op de hoogte stellen waarom een maatregel die beperkingen oplevert noodzakelijk is. Vind je dat ze dat nu hebben gedaan? Ik denk dat het nog wel ietsje beter kan. Ik denk dat de mate van ingrijpendheid maakt dat je in dit geval een beetje verzwaarde motiveringsplicht hebt. Dus dat je dat toch nog wel ietsje duidelijker zou kunnen maken. Nou, die ingrijpendheid gaan we natuurlijk nog wel even over spreken. Maar er zijn heel veel mensen, ik moet ook zeggen waaronder ik zelf, die het geen enkel probleem vinden om die QR-code even te laten scannen als je ergens naar binnen gaat. Nee, zeker. Nee. Het is natuurlijk een hele kleine minderheid die hier tegen de hoop loopt. Maar ja, die hoor je en de zwijgende meerderheid hoor je niet. Dus dat geeft wel een beetje vertekend beeld, denk ik. Ja. Sonny, hoe sta jij hierin? Ja, kijk, als deze coronapas kan worden afgeschaft, dan moet het zo snel mogelijk gebeuren. Als het een overbodige maatregel is. Ik denk daarom ook dat een kenmerk van goed bestuur is dat je ook voorspelbaar bent en dat het logisch is wat je gaat doen. Dus je moet ook voldoende motiveren van waarom heb je dit gedaan. Maar ook vooral van wanneer zijn we er weer vanaf. Ja. En het is belangrijk, en dat hebben we ook al eerder tijdens de coronacrisis gezien, dat er niet duidelijk wordt gemaakt van oké, er kunnen altijd omstandigheden veranderen, dat weten we. Maar als de situatie zo blijft, dan sturen we op dit percentage gevaccineerden. Of dan sturen we op deze besmettingsgraad. Dat je het dus gaat concretiseren. Want als het zeg maar in het abstracte blijft hangen, dan is het heel moeilijk, ook als samenleving, om te weten van ja, waar werk je nou eigenlijk naartoe? Ja. En dat perspectief is denk ik wel heel erg belangrijk. Dus dat is alleen maar heel eerlijk. En dat zien we eigenlijk ook op andere dossiers. Hè, dat het kabinet niet duidelijk maakt van wat is nou precies je doel. Bijvoorbeeld als het gaat ook over woningbouw, is weer een ander dossier. Maar je moet het wel als beleid zijnde kwantificeren. Concreet worden. Ja. En, dat, de dat druk helpt op de mensen. Ziekenhuizen verlagen, dat klinkt best concreet. Maar dat is het nu nog niet voor jou in jouw ogen? Nee, want je ziet natuurlijk wel dat de druk op de ziekenhuizen blijft. En dat is ook een heel goed en legitiem argument. Maar ja, wil je dan Wanneer dan wel? Wil je als het stabiel blijft? Of wil je als het gaat verminderen? Of wil je alleen een bepaalde trend zien? Of moet het echt onder een bepaald getal zijn? Wil je daarmee ook de seizoenseffecten meewegen? Dat soort vraagstukken. We zien ondertussen ook trouwens dat het aantal besmettingen weer langzaam aan het stijgen is. Die curve naar beneden is zeg maar weer aan het afvlakken. En loopt nu weer langzaam op. Dus ja, als je dat gaat beargumenteren, noem nou eens ook gewoon die harde cijfers. Van waar richt je nou op? Ook als OMT zijnde, maar vooral ook als minister van VWS, meneer De Jonge. Harm, hoe sta jij erin? Ja, kijk, allereerst, ik vind het met die ingrijperheid persoonlijk ook erg meevallen. De QR-code is mij alles meegevallen. Maar goed, dat is ook misschien makkelijk spreken als je gevaccineerd bent. Want dat is de kwestie van de app installeren, et cetera. En ik ben ook niet zo'n voorstander van bijvoorbeeld het noemen van een harde datum. Dat hebben we eerder gezien met festivals bijvoorbeeld. En als je dan die datum niet nakomt, dan merk je dat het met de draagvlak alleen maar... Dat doet pijn. Dat doet ontzettend pijn. Ja. Maar over de voorwaarden, ja, die duidelijkheid die missen we nu wel even. En Sonny maakt dan een soort opsomming. En daaruit zie je al dat het heel complex is. Het is en de druk op de ziekenhuizen, en het is de vaccinatiegraad. En het zijn ook gewoon de besmettingscijfers. Dus je hebt heel veel factoren die samen een soort van conclusie moeten vormen of die coronapas eraf kan. En we hebben in andere landen gezien, zoals Denemarken, hij kan er ook gewoon weer af. Maar over die voorwaarden, ja, daar zouden we wat meer duidelijkheid over moeten krijgen. Is het bijvoorbeeld, als er maar 10% zich niet heeft laten vaccineren, nu is het 14% van de volwassenen. Of zijn er andere cijfers? Ik denk voor het draagvlak van dit beleid,
zouden zulke voorwaarden, een soort routekaart, zouden wel weer welkom zijn. Volgens mij is het zelfs 17% dat nu nog niet van de volwassenen nog niet gevaccineerd is. Eerder heb ik ook aangegeven, we moeten met zo'n routekaart gaan werken. Ik weet nog heel goed, helemaal aan het begin dat Ierland daar al mee aan de slag was, dat Nederland zei van ja, we gaan het ook overnemen. Maar juist het probleem met de routekaart in Nederland was dat het niet serieus werd genomen. En dan, omdat het kabinet houdt zich er zelf niet aan. Nee, dus precies. Dan kunnen wij het als burgers toch ook moeilijk serieus nemen. Precies. En je moet daar een soort van structuur in gaan ontwikkelen, waarin we gewoon weten als samenleving, van als we in dit gebied komen, dan gaan bijvoorbeeld bepaalde maatregelen weer in. Of andersom, we schalen ze heel gauw af. 020-468-4x0. Je kan je bellen nu, dan kan je meepraten over het breekijzer. Het kabinet moet duidelijk maken wanneer de coronapas niet meer nodig is. Ik zie al een aantal bellers, ik kom zo bij jullie. Jan, om nog even terug te gaan naar jou. Die voorwaarden, jullie zeggen het eigenlijk alle drie, die weten wij niet. Denk jij dat ze er achter de schermen wel zijn? Ja, de echte lijstjes met de percentages, et cetera? Zeker zijn die er. Hè. Ik zit toevallig, of niet geheel toevallig, een uitspraak te becommentariëren voor een vakblad. De kort geding uitspraak afgelopen woensdag... Van Horeca Nederland tegen de Staat der Nederlanden. En daarin zie je de berekeningen gewoon staan. Hè. Dus ze zijn er wel. Het OMT schat het aantal niet gevaccineerde mensen op een kleine 2 miljoen, 1,8. Mm-hmm. En gezien, laat ik zeggen, de field lab experimenten en gezien het onderzoek in iedere stadia van deze virusuitbraak, verwacht men dan dat het kan leiden tot zo'n 16.000 à 22.000 ziekenhuisopnamen. Mm-hmm. Dat is natuurlijk, ja, als je dat spreidt over een heel groot aantal, allemaal in één keer of niet? Maar de vraag is natuurlijk, ja, hoe kan je dat spreiden? Dat is eigenlijk een beetje de achterliggende gedachte van deze maatregel. Dus je loopt nog steeds het risico in een zwartste scenario van 22.000 ziekenhuisopnamen. Dat is ook voor de kortgedingrechter reden om te zeggen, ja, die maatregelen zijn nog steeds noodzakelijk. En in die OMT-berekeningen, die overigens ook niet alleen op OMT-berekeningen zijn gebaseerd, maar ook op allerlei andere onderzoeken in de wereld. Mm-hmm. Baseert de rechter zijn uitspraak en zegt, en komt dan tot de conclusie, ja, ik kan mij als regering voorstellen dat je deze maatregelen nog steeds noodzakelijk vindt. Ja. En overigens is het zo, ik gaf toevallig gisteravond een lezing en daar sprak iemand van een dictatoriale maatregel. Dat was iemand die geboren was in Roemenië en begon over Ceausescu, die als alleenheerser ook dit soort van maatregelen kon afkondigen. Maar daar is geen sprake van. Die maatregelen die de regering heeft afgekondigd, hebben allemaal wettelijke basis. Ja. Nou, een wettelijke basis, maar hebben ook nog eens een keertje een extra goedkeuring van de Tweede Kamer. Dus de stem van het volk, om het maar zo te zeggen. En wil de regering per 1 december deze maatregelen verlengen, dan zal er opnieuw toestemming nodig zijn van de Tweede Kamer. Ja, daar komen we inderdaad zo op. Eerst eens even naar een paar bellers. Rogier, goedemorgen. Ja, goedemorgen met Rogier. Ik vind dat altijd een heel slap excuus dat er de Tweede Kamer heeft ingestemd. Want er is al lang bekend dat er een hele smalle basis is van wetenschappers die betrokken zijn bij dat overleg. En dat heeft mevrouw Koopman ook nog eens toegegeven in een discussie in de Bali met een journalist van de Follow the Money. Mm-hmm. Maar zou een veel breder spectrum aan wetenschappers deel moeten nemen om daar tot besluiten te komen. Ja. Maar, dus jij zegt de Tweede Kamer die doet dat op basis van eigenlijk verkeerde of niet volledige informatie. Ja, precies, precies. Ja, maar sterker nog, er zijn ook wetenschappers die zeggen van pas op, er worden allerlei maatregelen nu onder het mond van crisis ingevoerd en die worden straks matigend blijven die ingevoerd. En dat, ben je er bang voor dat die pas niet meer weggaat? Wat zeg jij? Ben jij er bang voor dat die pas niet meer weggaat? Nou, dat zijn van die dingen die ons, waarmee ze ons blijven betuttelen. Maar sterker nog, er is anderhalf jaar, want er wordt geschermd met de capaciteit van de ziekenhuizen. Er is anderhalf jaar had er ingezet moeten worden op de capaciteituitbreiding van de ICT of de IC-bedden. En dat is niet gedaan. Waarom niet? Blijf dat beperkt houden. Dan kun je het volk kun je met allerlei maatregelen blijven betuttelen. Ik vind het echt schandalig dat intelligente mensen dan zeggen van de Tweede Kamer heeft ermee ingestemd. Ja, op basis waarvan?
Dankjewel, Rogier. Hier ben ik het echt niet mee eens. Kijk, er wordt al ongelooflijk lang keihard gewerkt om deze crisis op te lossen. Met natuurlijk de beste intenties. En er zijn besluiten, dat hebben we ook hier bij BNR Breekt vaak genoeg besproken, waar we dan vraagtekens bij hebben. Mm-hmm. Bijvoorbeeld dat OMT, is dat niet te eendimensionaal? Ja, eenzijdig. Ja, niet nou, volledige informatie, ja. Maar kom zeg, als je Tweede Kamerlid bent, dan heb je ook gewoon dezelfde verantwoordelijkheid om je goed te informeren. En de suggestie dat Tweede Kamerleden zouden worden betutteld, of hoe het dan ook geformuleerd wordt, dat lijkt mij absoluut niet waar.